Ik sta hier in de Keilenwerf. Dat is om de hoek van de Keilenweg, waar je vroeger voor 2 tientjes aids kon halen. Nu kan je hier als kunstenaar of kleine ondernemer kan je je ruimte hoeren. Huren dus. Om je ding te doen. Hiernaast is ook een hele toffe bouwmarkt waar je echt goed advies krijgt. En nu ben ik hier met de Moontapes uit Amsterdam. Jongens, stel je even voor. Yes, ik ben Sjaak. Ik ben de bassist van Moontapes. En ik ben Joep, de zanger van Moontapes. Hoe lang spelen jullie al samen? Anderhalf jaar. Anderhalf jaar. En je eerste single was uit in? Februari. We hebben het zelf opgenomen. Mm-hmm. We wilden het graag laten mixen door Daniel Schlett uit New York. En die heeft ook het album van Dive geproduceerd en gemixt. En die heeft met heel veel leuke artiesten samengewerkt. Dus hij heeft toen onze nummers gemixt. Dus dat was wel leuk. Want jullie hebben een EP opgenomen deze maand? Ik denk alweer anderhalve maand geleden ongeveer, zoiets. Hoeveel nummers? Dat zijn 4 nummers. Het waren er in eerste instantie 3 die we hebben opgenomen in de eilandstudio's. Samen met Jurriaan Silker. Mm-hmm. Ook producer, die ook met Jet Rebel onder andere de eerste EP's heeft gemaakt. Daar zijn we ook heel blij mee. Het was ook een hele leuke samenwerking. En daarna hebben we nog een aanbod gekregen van de Converse Rubber Track Studios. Om daar een dagje op te mogen nemen. Dat was ook super vet. En daar is nog 1 track uitgekomen. De track die we ook nu hebben gespeeld. We hebben dat wederom laten mixen en masteren door Jurriaan en Pieter Kloos. En toen is het een mooi bundeltje geworden van 4 nummers. Wanneer komt hij uit? 17 november. Bijna. 17 november. Ja. En komt hij weer in eigen beheer uit, net zoals bij de single? Ja, hij komt waarschijnlijk wel weer in eigen beheer uit. Ik zeg waarschijnlijk omdat we nog enigszins in gesprek waren met bepaalde labels. Onder andere uit Engeland. Wij wel heel graag die EP uit willen brengen. En dat op het moment dat wij met labels in zee zullen gaan, dat dan toch nog wel een maandje of 2-3 kan duren. Voordat we daadwerkelijk iets uit hebben kunnen brengen. Dus voor het vinyl of het cassettebandje of de cd moeten we nog even wachten? Ik denk dat sowieso. Maar vanaf de 17e is hij wel gewoon op alles beschikbaar. Als het zo gaat zoals wij willen. Dus daar kijken we heel erg naar uit. Het is wel belangrijk dat we dat nu doen, omdat we dus net ook die popronde dan soort of achter de rug hebben. Ja, vertel even wat over die popronde, hoe dat in zijn werk gaat. Nou, de popronde is best wel slopend, denk ik voor ons, maar best wel leerzaam geweest. Omdat het is, 2 maanden lang is het eigenlijk wel elk weekend spelen, hebben wij dan mazzel mee gehad. Mm-hmm. We hebben een paar shows af moeten zeggen, omdat Joep ook een hersenschudding heeft gekregen. Maar voor de rest, ik denk een showtje of 12, 13, 14 misschien wel gespeeld, nice. Met popronde alleen. En inmiddels ook een paar andere gigs achter de rug daarbuiten. Andere plannen? Gaan we nog naar het buitenland op tour? Ja, want je kunt wel goed op buitenlandse blogs. Ja, inderdaad. Ik hoop het wel. En een LP, of een LP, een album, zijn jullie daar ook? Ik denk dat we een album willen we wel graag opnemen. Ja. Nou, dat was misschien een beetje een idee dat mochten wij nou heel veel aandacht krijgen met deze EP. Dan zouden we eventueel altijd nog door een label gecontracteerd kunnen worden. En dan zou het misschien wel een goed idee zijn om die 4 nummers die we hebben, om dat uit te gaan breiden. Afgelopen zaterdag hebben wij ook een hele leuke gig gehad in het Paardcafé. Daar is ook het een en ander voor opgenomen. Dus daar komen als het goed is ook binnenkort een paar live dingetjes voor uit. Voor Club 3 voor 12. Dus daar kijken we ook heel erg naar uit. En helemaal naar hoe Reversion uiteindelijk is geworden. Hoe dat gaat, ben ik ook heel benieuwd naar. Jongens, dank u. En tot een volgende keer. En een goede reis terug naar Amsterdam.